Hier komen dus de spelers van de A-kern binnen en zij zien dit beginscherm, dus met een foto van elke speler individueel. Bij het aanklikken op de naam krijgen zij een vragenlijst te beantwoorden. Het zijn 5-6 algemene vragen. Bijvoorbeeld de laatste vraag is van: heb je ergens pijn? De speler toont dan op het scherm van oké, niet oké, of naargelang hoe dat hij zich voelt. En kan dan ook in het programma de locatie of de plaats van de hinder aanduiden. Wij proberen zoveel mogelijk medische informatie te verzamelen betreffende de speler. Zij worden verplicht om die vragen in te vullen. En die vragen geven ons een duidelijk beeld over hoe de speler zich voelt. Heb je al uw vragenlijst ingevuld, Amakker? Ah. De bedoeling is om in het medisch bureau alle informatie te verzamelen, zodat we met de collega's alles kunnen overlopen. En op deze manier krijgt de trainer ook de juiste informatie. Steven heeft nu zijn vragenlijst ingevuld. Dus als je nu naar het beginscherm zou kijken, ga je daar alle resultaten zien die Steven in het tablet heeft aangeduid. Ik vind het heel handig, bijvoorbeeld als je nu last hebt en zo en je durft het niet te zeggen, dan kun je dat wel hier in tikken en zo, dan zien die dat allemaal. Ja, dat vind ik wel heel goed. Een jongen die slecht gehydrateerd is, heeft een hoger risico op kwetsuren. Dus wij gaan ook, de dokter doet dat dan, de urine digitaal gaan meten. Die informatie komt in de tablet, in ons systeem, bij de trainer terecht. Zoals jullie zien is dit de speelruimte. Vaak komen ze een paar minuutjes voor het ontbijt binnen. De hoofdingang komen die 5 tabletten. Hier komen er in principe 2 tot 3 tabletten. En ook in het restaurant dat we zo dadelijk gaan bezoeken, komen er ook 3 tabletten. Mochten spelers de tijd niet hebben om beneden, net aan de kleedkamer, alle informatie in te vullen, kunnen ze het hier in het restaurant doen of na het eten in de speelzaal.